Hallo, ik ben Nancy van Vrijwilligerspunt. We staan hier bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. We gaan naar de afdeling geboortezorg, waar we een gesprek hebben met vrijwilligers van Moederraad. En wat Moederraad precies is, dat gaan we horen. Gaan jullie mee? De Moederraad is ruim 2 jaar geleden ontstaan, in januari 2017. En waarom wilden we dat heel graag op de afdeling? Omdat we wilden weten wat de wens was van de klant. En de klant is? De patiënt, ja. De moeder, de vader, het prille gezin, ja. Of het toekomstige gezin. En we wilden heel graag een klankbordgroep om dingen bij neer te kunnen leggen, zodat wij weten wat mensen fijn vinden, wat mensen prettig vinden, wat ze liever wel of liever niet willen. Heb je het dan over tijdens of na de geboorte? Daarvoor, al in de zwangerschap en ook daarna. En in het ziekenhuis, maar ook bij de eerste lijns verloskundigen, dus ook als je thuis bevalt. En dan de hele groep, West-Friesland en ook Waterland. Nou, het eerste grote project wat we gedaan hebben is mensen uitnodigen bij ons in het ziekenhuis om gesprekken te voeren en om te luisteren. Daarnaast, dat kunnen jullie misschien hier ook zien, heeft de Moederraad er mede toe bijgedragen dat er ook bevalbaden gerealiseerd zijn bij ons op de afdeling. Wat nu zo was, is dat vaders het bad meenamen van thuis, huurden, op gingen blazen, weer af gingen breken. Oh, jeetje. En dat doen vaders met liefde. Ja. Dat heb ik ook gezien. Ja. Maar dan is dit wel een stuk makkelijker dan. Ja, een heel mooi alternatief. Ja. En de opblaasbare baden zijn nog steeds van harte welkom als mensen dat willen. Maar we hebben ook 2 baden die hier staan. Dus dit is een heel mooi concreet voorbeeld wat de Moederraad bereikt heeft. Louise, jij bent vrijwilliger van de Moederraad. En je hebt je dochtertje bij je. Ja, Anna. En die is hier ook geboren in het ziekenhuis? Die is in het ziekenhuis geboren, Oké. En is dat ook een reden een beetje waarom jij vrijwilliger bent geworden bij Moederraad? Naar aanleiding van mijn vorige zwangerschap, want ik was nog zwanger van haar, dat ik bij de Moederraad stapte. Ja. En is dat ook een beetje voorwaarde om bij de Moederraad te kunnen dat je hier bevallen bent? Nee, dat is absoluut geen voorwaarde. Nee? Wat zijn de voorwaarden om bij de Moederraad te komen? Dat je in ieder geval jong ouders bent. Dus een kindje hebt in de leeftijd tot ongeveer 2 jaar. Ja, want jullie zijn nu met z'n viertjes. Ja. En langzaamaan, of behalve dat jullie op 4, willen jullie op 4 blijven of komen er nog veel meer? Nee, we willen graag nog veel meer. Ja. En we hoorden eigenlijk al eerder ook dat ook de mannen hartelijk welkom zijn. Ja. Waarom zijn die mannen ook zo belangrijk? Die stem is ook heel belangrijk, omdat die op een andere manier denken. We zien het vanuit een ander oogpunt. Ja. Wat houdt het werk precies in? Waarom is het zo leuk om vrijwilliger te zijn van Moederraad? Nou, je hebt echt een stem in de zorg hier. Je wordt echt uitgenodigd bij de besprekingen van de zorgpaden, waarbij je de protocollen bespreekt. Hoe bijvoorbeeld een keizersnede verloopt of hoe de zorg op de afdeling gaat. En hoeveel uur kost dat ongeveer voor een vrijwilliger? Per maand ongeveer 8 uur in de maand. We komen 1 keer in de maand samen en of dat is bij het kantoor van Geboortehart. Zit dat hier dichtbij? Dat is bij de Maalsonstraat toevallig. Ja? Okay. Dus vlakbij vrijwilligerspunt ook. Ja, ja. En andere keren is dat bijvoorbeeld bij een van de leden thuis. Tip! Weet je wat nou zo leuk is aan vrijwilligerswerk? Dat jij echt iets kunt veranderen. Word bijvoorbeeld vrijwilliger bij de Moederraad. Maar er zijn nog veel meer leuke vrijwilligersklussen. Check daarom onze website en al onze social media. Tot de volgende keer!